Mijn naam is Marieke van Ginkel, ik ben leiderschapstrainer en teamcoach en ik help directeuren en ondernemers hoe ze beter kunnen leiding geven door te sturen op het zoogdierenbrein, waardoor ze veel makkelijker resultaat bereiken in veel minder tijd. Vertel, je bent gevraagd als spreker op Nijenrode. Ja, dat vond ik echt ontzettend leuk. Nadat ik 10 jaar leiderschapstrainer ben geweest, heb ik natuurlijk enorm veel ervaring verzameld en het was echt enorm leuk om daarover te mogen komen spreken bij Nijenrode. En dat is heel goed gegaan, vond ik. Het was een volle zaal en veel interactie. Ik vond het echt een feestje om te doen. En waarom heb je ervoor gekozen om je presentatie op Nijenrode op te laten nemen? Nou, ik zag daar mogelijkheden voor het vervullen van een van mijn wensen. Dat is namelijk dat ik veel meer mensen ga vertellen over het sturen op het zoogdierenbrein. En ik zou daarvoor heel graag spreker willen worden. Dat lijkt me gewoon heel leuk en effectief om mijn boodschap de wereld in te brengen. En ik zag het werken met video als een manier om mensen kennis te laten maken met mij in de rol van spreker en niet alleen van trainer. Hoe vond je de samenwerking verlopen? Dat vond ik echt heel prettig en ook geruststellend, want ik was natuurlijk best wel zenuwachtig op die dag. Maar Noor had echt het heel goed geregeld en ze kwam met een team van mensen die allemaal precies wisten wat ze moesten doen. En het was voor mij eigenlijk wel een verrassing. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar ik merkte dat iedereen zo zijn rol pakte en dat echt heel goed werkte. Dat jullie namen me echt mee in dat proces en ik kon zelf heel goed concentreren op mijn verhaal en dat liep eigenlijk echt op rolletjes. Hoe is het voor jou om zichtbaar te worden? Nou, daar ben ik al wel een paar jaar mee bezig en ik vind dat een lastig stuk, want ik ben echt vakidioot. En ik ben altijd gericht op het helpen van mijn klanten. En ik denk, nou, daar hoef ik zelf verder niet zoveel met mijn kop op internet. Maar als je dat dan doet, is het fijn dat het met heel goed materiaal is. Dat die video gewoon hartstikke mooi is. En dat er niet zo'n videootje is die je zelf scheef hebt geschoten met een ruisende windgeluid erin. Maar dit zag er gewoon hartstikke mooi uit. Dus dat heeft mijn drempel om zichtbaar te worden enorm verlaagd. En hoe is het om je tevreden klanten in een videotestimonial te zien? Ja, dat is echt een feestje. Het is heel fijn om ze op een gestructureerde manier ook aan iemand anders te horen vertellen wat ze ervan gevonden hebben. Ja, dat is echt heel prettig om dat materiaal ook te hebben en zo ook te kunnen bewijzen naar mensen die je nog niet kennen en denken wat een bijzondere werkwijze. Dat je dat gewoon hebt en dat je daarop kan vertrouwen. Dat je dat beschikbaar hebt. Dat je het op je website kan zetten en op LinkedIn. En mensen het kan toesturen als ze ernaar vragen. Dat is gewoon heel prettig. Hoe zou je de samenwerking met mij omschrijven? Nou, ze begeleidt je eigenlijk met het hele proces. Echt voordat je gaat spreken. Dan gaan we al samen nadenken over wat er precies in die video moet komen. En ook wat we vooraf voor video's maken. Omdat we daar een momentum hebben dat je toch al netjes bent aangekleed. En in een mooie omgeving bent. En je make-up en je haar goed zit. Dus dat ziet er iets anders uit dan een gemiddelde werkdag. En dan is het heel fijn dat je op dat moment al die dingen in één keer kan maken. En dat vond ik echt heel slim bedacht. En ook fijn om het echt inhoudelijk ook voor te bereiden. Dat je me geholpen hebt met wat moet ik dan precies zeggen. Hoe zorg ik dat ik echt de essentie vertel. En dat er gewoon duidelijk voor de ander overkomt. En wat betekent samenwerken met mij vooral ook niet? Het is vooral niet dat je als vakidioot over je vak gaat vertellen. Maar jij tilt me echt even uit mijn vak en vertaalt dat naar de buitenwereld. Dus je gaat even met andere ogen kijken naar wat je doet. En dat is het. Dat is het dus wel. En het is niet dat je in je eigen. Je krijgt een beetje door dat je zo met je vak bezig bent. Raak je daar heel erg op gefocust. Dus je krijgt een beetje een tunnelvisie. Ja, en daar help jij mij heel erg bij. Wat zou je tegen ondernemers willen zeggen die met video willen beginnen? Nou, ik zou echt aanraden, wat ik zelf heb ervaren, dat als je dat doet en je wilt online zichtbaar worden, dat je daar gewoon goed in investeert en dat je het echt goed aanpakt, dat het er goed uitziet, dat het professioneel uitziet, want anders doet het geen recht aan wat je kan. En dat doe je gewoon hartstikke goed en dat voelt heel zeker en vertrouwd. En ja, daar heb je mijn verwachtingen echt overtroffen. Dus dat zou ik zeker aanraden. Als je dan toch zichtbaar wordt, zorg dan dat je er trots op kan zijn. En dat je materiaal hebt dat echt representatief is voor wat je doet. En wat heb je uiteindelijk in handen gekregen? Ja, wat ik eigenlijk gekregen heb is dat het hele visitekaartje qua beeld is geüpgraded voor mij.
Dat alles weer actueel is en alles mooi en professioneel is. En dat geeft het hele gezicht van je bedrijf gewoon een enorme boost. Dus dat is heel prettig daaraan. Dus het maakt ook dat je anders in de markt zichtbaar bent. En het heeft bij mij ook wel echt concreet klanten opgeleverd. Dus dat mensen die in het jaarprogramma stapten of in masterclasses meedoen, die dit gezien hebben. En dat levert het zeker op. En is het nu werkelijk zo dat potentiële klanten je sneller leren kennen? Ja, dat komt wel voor. Dat mensen denken dat ze mij al heel goed kennen. Want dan hebben ze mijn video bekeken, mijn hele verhaal gehoord en 3 webinars bekeken. En dan denken ze dat ik een bekende ben. En dat is heel grappig. Ja, en dan is het ook fijn dat ze echt goed weten wat ze bij mij willen leren. En dat ze ook goed weten hoe dat in zijn werk gaat. Dus dat is echt enorm praktisch. Ja, dus dan bellen ze eigenlijk alleen nog maar om te zeggen dat ze mee willen doen. Dus dat is heel fijn. En wat doen de video's voor je verkoopgesprekken? Dat wordt gerichter, ja. Dat mensen bellen niet meer van ik zoek een team uit je en ik twijfelde tussen zeilen of paardencoaching. Maar ze weten echt van nou, bij Marieke moet je zijn voor echt high impact leiderschapstrainingen. Echt een serieuze werk. Nou, dus ik heb nu bijna nooit meer telefoontjes die niet kloppen. Dus dat wordt steeds meer to the point. Mensen weten steeds meer, ik wil dat bij jou leren en wanneer kan ik instromen. Dus dat is gewoon precies de bedoeling. Bespaart videomarketing jouw tijd? Ja. Dus zeker, hoe meer zichtbaar je bent en hoe specifieker je boodschap is in die zichtbaarheid, heb ik geleerd, dan krijg je ook meer specifiek passende klanten. Dus dat bespaart je zeker tijd. Ja, absoluut. En zit het er nu op? Ben je nu klaar? Nou, ik denk dat het slim is, of dat heb ik geleerd door de jaren heen, dat investeren in zichtbaarheid eigenlijk een soort continu proces is. Dat je zelf helemaal bezig kan zijn en enthousiast kan zijn over hoe je mensen kunt helpen. Maar als je de wereld niet vertelt, dan ben je niet optimaal bezig. Dan heeft het, bereikt het niet de mensen die het kan bereiken. Dus ik denk zelf, door hoe ik dit nu zo heb aangepakt, ben ik echt super tevreden over. En denk, dat ga ik zo blijven doen. Want dat heeft gewoon heel veel waarde. Ja, dus dat wilde ik nog zeggen. Okay. Dus dankjewel, Noor.